En Anthony, om het af te sluiten. Wat is een item wat mensen echt moeten rusten, man? Dat is gewoon geweest. Dat moeten mensen gewoon... dat is een modetrend waar we afscheid van moeten nemen. Even kijken, bro. Jouw persoonlijke mening, hè? Want iedereen natuurlijk moet dragen wat hij wil. En iedereen zijn eigen stijl. Maar wat is iets waarvan je denkt van... Jongens, dat is nu geweest. Laten we dat rusten. Kijk. Ik vind zelf bijvoorbeeld de Dita Flight 06 gewoon. Iemand kwam heel blij ermee naar me toe op verbond. En toen zei ik van, die slang is een beetje geweest. Weet je? Ik droeg die 5 jaar geleden. En dat kwam volgens mij ook dat ik geïnspireerd was door HPF. Dat ik dacht, ze rapte over die Dita of zo. Ik vond hem wel hard toen. Maar ik had hem toen al, weet je. Dus even kijken, nog meer. Even snel. Net even nagedacht. Goeie vraag, man. Een bepaalde schoen of een bepaalde fit van een skinny jean of weet ik veel. Je ziet mensen die dragen heel veel hemdjes nu. Of is er iets waarvan je denkt van jongens, dat even doorschakelen. Ja, er zijn genoeg dingen, maar op dit moment moet ik echt even goed nadenken wat de piece is dat ik gewoon niet meer tegen kan. Ik heb één voor jou. Vano heeft er één. Zeg maar. Een mode-item waarvan ik echt denk van jongens, deze kan echt niet meer door de beugel, is Balenciaga sok, man. Bro, inderdaad eigenlijk. Balenciaga sok, dat is de ergste. Daar inderdaad die triple S. Dior BE20 ook niet meer, hoor. Welke? Ik heb toevallig nu B22. Nog aan voet, B22. Hij draagt ze nu. Ja, doe ze maar uit. Nee, nou, niet zo toch. Maar hij gaat bij zoveel outfits. Ik heb die kan nog, man. Ik heb hem 4 jaar geleden gekocht. En man, ik rock hem nog steeds gewoon. Ik zie, je bent een beetje ahead of the curve, hè? 4 jaar geleden en zo. Ja, nee, zeker. Maar wat wel weer leuk is dat hij discontinued is. Hij wordt niet meer verkocht. Maar kan je ons vertellen wat nu dan de volgende shoe is? Of de volgende broek, of het volgende shirt, of het volgende merk dat pop-in gaat zijn? Nou, wat ik nu heel hard vind in ieder geval... Je hebt een beetje zo'n Marnie Bigfoot, die is wel heel lelijk en raar. Maar daar beginnen nu andere merken, zoals een PDF Chanel of Channel, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. En je hebt nu ook van IRL een hele wijde schoen. Die had ik net aan bij een shoot. En die gaan kwijt, man. Die gaan echt kwijt bij een baggy fit. Dus dat is even, die schoen ga ik gelijk even halen. €350 is die. In ieder geval. Dus die skateshoe, die zijn ook al iets te lang. Maar het is nog steeds een soort van skate, maar het is die next step, zeg maar. Oké. Okay. Ja, we dus gaan het checken. En gewoon, toch wel een beetje Jumbo Lace stuff, weet je. En je ziet ook bijvoorbeeld Fluffy Faters nu in van die Nike P6000's heb ik bijvoorbeeld. Met Fluffy Faters. En dat kan je ook doen met je Zoom Formero of met je... 1960s. Ook al vind ik die 1960 ook weer... Ook al loopt die comfortabel, ik zie hem veel. Dus ik had 3 paar, ik heb ze allemaal weggedaan. Oké, nee, duidelijke taal, man. Thanks voor je duidelijke uitleg. Ja, man. En much love, man. Zie je bij de volgende, bro. Nee, zeker. En wie vind je eigenlijk in de top die derde plek verdient qua de rap game? Rap game. Ellens. Ellens nog wel? Oké. Jawel. Ja. Hij doet zijn ding. Hij komt innovatief. Ja, ik vind ook, met Valencia, Rick Owens, hij durft ook veel. Yuki, wie geef jij? Dingen, dus, wie geef jij? ik geef het... Wacht. Kijk. Ik zou hem niet eens per se de best geklede, maar iemand die een bepaalde kledingstijl naar zich toe heeft getrokken, vind ik Yves. Dus ik zou hem nummer 3 geven. Yves heeft zeg maar met zijn trenchcoaches, met zijn handschoenen, met zijn pantalons, met zijn bretels. Hij gaat toch wel een bepaalde kant op dat ik ben van, weet je wat? Jij doet zo erg je ding, jij mag die nummer 3, want je bent de 1 lane. Ik vind bijvoorbeeld een Christian die ook nog wel gewoon echt wel... Nooit zo naar gekeken, zelf. Ja. Nooit zo naar gekeken. Ik ga er nu op letten. Zie matje. Hey, later, hè. Thanks, hè. Hey, broeder, bedankt man. Zie je bij de volgende. Much love. Hey, rustig, 100. Later, ciao. Nou, beste mensen, dat was Anthony Kruiver, de expert van de dag. Ja. Ja, duidelijk taal, toch? Oh ja, trouwens, maar hoe hij het over die Formero's had. Ja, die doen het aardig goed nog. Wel, Formero's, die P6000 inderdaad, die doen het wel... Ja, die P6000 is terug juist. Is terug juist, ja, precies. Juist.
Ja, man. Dus, vroeger liep hij wel echt lekker, hoor. En vroeger was hij gewoon bij Nike Outlet voor 60 euro. Ja, man. Cheap, man. Ja, ik heb er nog een paar liggen. Ik zie die Nike Shox komt ook wel weer terug, hoor. Ja. Nike Shox. Ja. Maar ja, ik denk inderdaad... Nike heeft zoveel historie. Dit is niet het einde. Het is niet het einde. Maar ze moeten veel meer van oude schoenen hebben. Mm-hmm. Ja. Dat is een beetje het ding. Maar goed, we gaan zien hoe de sneaker game zich vanzelf verder gaat ontwikkelen. Maar de betaalbare running shoe is toch soort geëvolueerd naar een mode-item. Wat je gewoon onder een spijkerbroek zou kunnen dragen en een t-shirt. Gaan jullie ook beginnen met hardlopen? Ik hou niet van hardlopen, man. Niet direct. Ben ik achtergekomen. Ik heb geen geduld, man. Ik hou er gewoon niet van. Maar dat is zeg maar iets waar je overheen moet komen. Wil jij nu ambassadeur van hardlopen zijn? Nee. Kijk, weet je waarom? Ik was ook zo. Ik zei ook, oké, hardlopen, ik vind het saai. Maar bro, zodra je over dat ik vind het saai heen komt en je bent in die trance, in die zone van, oké, je let op het ritme waarop je loopt, et cetera. Dan is het zo relaxend. Weet je wat jij moet doen? Jij moet een running club starten. Elke zondagochtend bij Vondelpark. Running clubs zijn de nieuwe datingclubs, zeggen ze. Veel mensen doen dat nu. Ja, man. Clubs, ja. Bro, Strava is de nieuwe Tinder, hè? Hé. Hey. Ja. Ja. Bro, besef ik geen keertje... Jij kan dit echt nu eigenlijk, besef ik hè? Want jij bent nu, zeg maar, die guy die het nooit deed, maar nu doe je het. En je bent... You're a New Balance athlete, you know? Like, jij kan het echt. En je hebt een groot netwerk aan mensen. Ja. Bro, ik zeg je eerlijk. Laatste keer dat ik met de running club meeging... Ik ging met de guy daar praten en zei, hey bro, ik heb 2 dates uit deze ene running sessie gehaald. 2 dates, bro. Ja, mensen gaan nog naar de club en zo. Op. Ja. Dus ja. Ik weet niet, man. Ik denk dat ze dat ook allemaal aan het doen zijn. Maar denk je niet dat running ook gewoon meer aan is omdat, zeg maar, de nieuwe generatie die ooit jong was, nu oud wordt en dan veranderen je interesses en dat ze hele grote groepen... Dat heeft allemaal mee te maken. Natuurlijk een samenloop van dingen, maar expliciet running is door echt door COVID gekomen, omdat op een gegeven moment alles dicht was en dat was de enige optie, ook om buiten te komen. Ik heb niet gerend, man. Ik heb gelopen, man. Veel gelopen wel. Ja. En dan wil je een handiger loopschoen. Ja. Dan denk je van, ik haal die Salomons. En dan denk je van, weet je wat, ik draag die Salomon gewoon onder mijn spijkerbroek. Fuck it. Het gaat snel, hè? Ik zeg je eerlijk, ik voel die combi van pantalons met loopschoenen ook wel, hoor. Maar kijk, niet elke loopschoen, maar sommige. Ja, maar de wat wijdere pantalons. En niet, zeg maar, die je draagt met je loro, maar die wat wijdere. Maar met welke loopschoen bijvoorbeeld dan? Bijvoorbeeld hoe ik ze nu aan heb. De 1906 samen met de flaneur dingen, gewoon zo fijn, gewoon nice. Jeetje, toch? Ik vind het een vibe. Ja, I don't know. Ik wil zeggen, het is hard, als je hem ook. Nee, I don't know. You loopt het niet? I don't know. Ik mag vooral met renschoen. Je loopt het? Oké. Niet direct. Maar ja, nee, samba is geen loopschoen. Met samba's hoor ik het wel, maar het is geen loopschoen. Of is het wel? Nee, het is geen loopschoen. Nee, tuurlijk niet. Nee, samba niet. Het is helemaal geen loopschoen. Zalvoerbalschoen. Ja, man. Zalvoerbalschoenen worden ook nu heel populair, hè? Die Puma Fenty's, dat zijn ouderwetse Puma King zaalvoetbalschoenen. Mm. Ja, man. Dat is, jij droeg die sambas ook met de pantalon, toch? In Parijs? Ja, man. Ik vind een samba met een pantalon zou kunnen. Nice. Ja, dat is gewoon nice. Sleept wel een beetje. Het wat? Sleept wel een beetje misschien. Ik had geen pantalon, ik had joggingsbroek aan. Nee, toen we naar dingen gingen, toch? Oh ja. Nee, een samba, het is. Ja, man. Ja, het is een zaalvoetbalschoen. Shanna Crocs, man. Nike gaat dat Total 90 terugbrengen. Oh ja, klopt. Maar denk je dat het gaat aanslaan? Ben benieuwd, man. Vrouwen gaan het heel veel dragen, let maar op. Mm. Ja. Vrouwen dragen nu veel zaalvoetbalschoenen. Specifiek type vrouwen. Die Fenty Puma's, ja, Adidas Samba's en zaalvoetbalschoenen. Specifiek. Jimmy Woo meiden. Voor ons, man, vroeger Chicago was het... Social. Exact. Voor ons was het Total 90 echt, zeg maar, de Louboutin. 100%. Ik had hem nooit, man. Als je de nieuwste Total 90 had... Nee, in die tijd droeg ik Bickenburgs. Oh, dat was je lid. Ja, Bickenburgs. High-end. Bickenburgs. Je lid, maar waarom had je dat? Mijn vader droeg het, ja. Mijn vader droeg het, dus hij had meteen voor mij ook eentje gehad. Oh, zo. Ja, man. Als je Bickenburgs had, was je lid, man. Dat is duur, man. Nee. En de grap is, het was eigenlijk niet zo duur. Het was 100... Total 90. Ja. Toen was volgens mij 60 of zo. Ja, Bickenburgs waren 160. Ja, maar naar actiesport gaan. Dus weet je hoe duur dat is voor die tijd, bro? Ja. Dat is nu gewoon 3 afu. Ja, klopt. Ja, als je Bickenbergs kent, ben je oud, man. Ja, maar is het Nederlands dan? Nee, Italiaans volgens mij zelfs. Ja. Nee, geen idee, man. Oké, nou nice. Maar Total 90's back. Ik denk niet dat wij het inderdaad gaan dragen. Ik denk wel dat het iets gaat doen. Ja.
The nostalgic feelings are big, man. Are huge. Ja. Dus ik denk wel dat dat gaat. Kom, parkeermeter, man. Hé, hey, vandaag sta ik in de garage. Ik maak geen jokes, garage, man. Ik maak geen jokes vandaag, bro. Ja, ja, gewoon naar de garage. Ja. Ja. Maar ja, je hebt toch money, dus het boeit niet. Ja, deze. Wat doet het met je als je boete ziet? Dan min 80, denk je van. Ja, maar heel even maar. Maar wel balen, man. Geld komt, geld gaat. Ja, nee, dat ook alweer niet, man. Maar ik. Ja, het is gewoon fire, maar ik ga niet de weken ermee zitten of zo. Maar ik vind het wel velend. Dus nu denk ik wel van, ah, sang. Als ik nu een boete heb, is wel balen. Maar voor de rest, ja. Toevallig vroeg ik je dat ook, toen ik die boete van 3 barkje had. Klopt, ja. Dus van, ja. Ja, ja. Ik heb laatst ook 3 barkje gehad. Ja. Maar hoe voelde jij je? Kut, want ja, die 300 kan je beter besteden. Maar ik dacht aan het eind van, weet je, ik stort graag aan de Nederlandse staat. Ik heb laatst 177 euro parkeren moeten betalen, omdat ik mijn parkeermeter aan ben vergeten. Waar in de stad? In de pijp, volgens mij. Ja, nee, ik heb man. Precies deze gehad en ik heb toen echt ook zo'n bedrag moeten... 77. Maar ik ben nog met ze erover in gesprek. Bro, maar we accepteren ook goed te veel van deze honden. Wat, hoe kan het dat Belmer betaald parkeren wordt? Kan niet. Ja, klopt, is moeilijk, niet, man. Overal, man. In Rotterdam zelf. En wat heb je eraan? Want bro, kijk, zeg maar, ik snap dat je het in het centrum doet, want je wilt het liefst dat er geen auto's in het centrum komen. Bro, wat is het nut ervan in buitenwijk? Maar dat vind ik dus het vervelende. Kijk, dat ze het willen verhogen is één. Maar de argumenten die ze erbij gooien, vind ik altijd dat ik denk van, je liegt gewoon. Je liegt gewoon in mijn gezicht. En ik heb niet eens kans om je een klap te geven. Want luister, in Zuidoost hebben ze ervan gemaakt, onder andere, dat te veel mensen die buiten Zuidoost wonen, in Zuidoost komen parkeren en zo de parkeerplekken voor de mensen die daar wonen weghalen. Omdat Zuidoost nog gratis is. Nee. En ik denk van ja, dus er dit zijn kan mensen, je makkelijk oplossen. Ja, maar ook, dus ik denk van oké, dus er zijn mensen echt die in het centrum wonen en hun auto in Zuidoost zetten en dan met de metro gaan om, ja jongens. Dit gebeurt, maar dit kan je toch oplossen door mensen die daar wonen. Nee, het gebeurt sowieso, maar niet zo massaal denk ik. Kenteken registreren, die mensen die parkeren in de Belmer is het gratis. Iedereen daar buiten betaalt. Bro, ze willen gewoon extra buiten. En ik vind, ik vind het wel erg. Maar zeg gewoon de waarheid, man. Ja, man. Kom gewoon straight op, man. Plus, ga niet Amsterdam. Doe even normaal. Er zijn genoeg P plus R garages. Nou, maak dan zo eentje nog. Ja, maar die zijn allemaal vol tegenwoordig, man. Ja, omdat ze een beleid shit is, bro. Ja. Een beleid is shit. Alleen maar betalen, bro, hoe? Het is niet eens logisch dat je parkeren op straat €7,50 maakt. Bro, ja, de bank. Die garage naast R. Het kost €11 per uur. Dat klopt niet eens, man. Voor wat? Gebaseerd op wat? Bro, 11 euro per uur. Op waar zijn de parkeerplekken eigenlijk op gebaseerd? Is dat soort van uit de lucht of is het... Waar is dat op gebaseerd? Want Amsterdam is letterlijk een van de duurste ter wereld gewoon. Duurste, nummer 1. Ja? Duurste ter wereld. Zelfs. En het is niet zo lit hier. Ja, bro. Maar waar is het op gebaseerd? Oké, ik ga hier achteraan, man. Ik ga dit opzoeken. Weet je, jij moet gewoon minister van weg en verkeer. Zo heet het toch? Hij gaat toch alleen liggen in mijn gezicht? Is een vrouw zelf. Ja, of Femke. Nee. Femke, waarom Femke? Femke? Halsema. Ja. Nou, maar zij regelt het voor die van Amsterdam. Heeft ze een grote C erin ook? Volgens mij die van weg en verkeer, toch? Niet die van Amsterdam. Dat is volgens mij elke gemeente beslist voor zichzelf wat het bedrag is. Ja, van Amsterdam, man. Die €7,50 per uur, die is echt... Die was echt major, man. Die was maar leid. Ze doen het nu gewoon van, oké, hoe ver kunnen we gaan? Ja, so true. En ze wilden de stad zogenaamd dat het minder druk werd. Afgelopen zomer is het toch ingegaan dat in het centrum is het 24/7. Ja, dat is ook nergens. Die vind ik op, bro. Ook what echt. Maar normaal met het uitgaan denk je van, oké, ik stel mijn auto erin, na 12 betaal je toch niet meer. Maar ja. hij loopt nu gewoon door. Ja, man. Het is ongelooflijk. Echt top dat jullie dit doen, jongens. Jullie zijn echt fantastisch bezig. Dank jullie wel. En, ze moeten het centrum moeten ze gewoon autovrij maken, man. Klaar. En dan? Het kan gewoon niet meer. Niemand ga je daar dan fiets, scooter of weet ik veel, maar het gaat gewoon niet meer. Dan moet je het OV ook verbeteren. Want bro, kijk, bijvoorbeeld in Londen, die metro's daar komen om de 3 minuten. En is gewoon op tempo de hele tijd. Bro, hier wacht je 15 minuten om in een volle tram te komen. Ja, bro, is moeilijk. Echt, man. Is moeilijk zo. Dus ja, er zijn heel veel lijntjes aan elkaar verbonden. Want als je het één weghaalt, autovrij wil maken, moet je zoveel andere dingen doen. Maar ja. Live hit was echt hard. Deze aflevering ging over sneakers. We klagen gewoon over Libby. Echt, man. Ja. Live is hard. Maar ja, we gaan proberen het volgende vraagstuk. Je weet toch, als je een vraagstuk hebt, laat het zeker weten. We willen al jullie vraagstukken beantwoorden. Samen met de expert het liefst. En misschien kunnen we wel de minister van Weg en Verkeer
eens hier vragen, man. Waarom wordt dat nou fucking elke ja, waar zijn die prijzen op gebaseerd? Dat vooral. Waar is het op gebaseerd? Ja, lekker rond getal, 2,50. Yes. Pikken mensen dan net, want 5 euro ga je dan net te ver. Maar hij, want het ja, gaat, want die 10 euro per uur gaat komen in Amsterdam, dat weet je en gewoon. Is het niet gegaan van 5 naar 7,50? Was niet 7,50 of zo. Maar gewoon, Lekker, ja, broer, lekker rond getal. Maar hoeveel was het eerst? Was 4,50 eerst? Het laatste wat ik me herinner is gewoon 5 euro, man. Ja. Dat is gewoon het laatste wat ik nog dacht van, oh ja. En dat was klonk ook. En toen kwam die 7,50. Zelfs Rotterdam begint duur te worden, man. Zelfs Rotterdam begint duur te worden. Ja. Nee, man. Broer, ja. Ja, nee, fuck off. Het gaat te ver. En we komen in actie. Dit was Convo Talk Show. Volg ons op TikTok, Instagram, YouTube, Spotify en alle andere podcast apps. Elke donderdag om 6 voor 7. Ochtends. Panklaar. Donderdag ochtends. Gewoon panklaar. 6 voor 7 staat er een nieuwe Convo podcast online. En willen jullie bedanken voor het kijken en luisteren. En Yuki de Valen, jullie ook bedankt. Ja, tot de volgende. Tot de volgende. Arrivederci. Yes.